Leuk dat je kijkt naar deze video. Deze week heb ik geen weekvlog of weekendvlog voor jullie, maar ik ga zaterdag op vakantie. Ik ga met een vriendin naar Gran Canaria en daarvoor ga ik natuurlijk mijn koffer inpakken. Dus ik wilde graag laten zien wat ik allemaal meeneem, voornamelijk kleding en schoenen, want de rest heb ik eigenlijk nog niet uitgezocht. Maar ja, dus dit wordt een leuke inpakvideo voor vakantie. Wellicht dat je misschien nog outfit inspiration eruit kan halen of kleurtjes ziet die je nog niet hebt gezien in je eigen kast. Ik draag heel veel kleur. Nou, vandaag toevallig wat minder. Maar ja, er zit wat roze in en mijn nagels zijn oranje. Dus ja, ik hou echt van kleur. Dus kijk vooral deze video als je zeker van kleur houdt. En mocht je wat minder kleur in je kast hebben en je wil meer kleur, maar je weet niet zo goed hoe. Nou, kijk vooral deze video, want ik heb super veel kleurrijke items. En heb je zin in deze video? Doe vast een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan gaan we beginnen met deze inpakvideo. Oké, let's do it. Ik ga jullie eerst mijn koffer laten zien. Die komt echt binnen als je deze ziet. Oh my god. Neonroze. Echt love it. Maar goed, we gaan beginnen. Ik heb voornamelijk allemaal setjes gemaakt. Ik ga 7 volle dagen weg. Dus ik heb minimaal 7 setjes. En ik laat jullie als laatste ook de schoenen zien. Dus we gaan beginnen. Ik ga beginnen met alle topjes die ik meeneem. Deze is van Bershka. Dit is limegroen met roze. Een bandeau topje. Hierachter is hij heel erg stretchy. En ik heb deze in een maatje S. En ik had deze dus in gedachten met een roze pantalon die ik meeneem. En dan denk je pantalon, maar deze is heel erg luchtig. Dus ik ga hem wel meenemen. En anders doe ik hem denk ik op een wit shortje. Dus dat is deze. Volgende is deze haltertop. Ik denk dat jullie deze allemaal wel kennen. Deze is van de Zara. En ik heb deze in maat XS. Hij heeft hier 2 knoopjes. En hierachter kun je hem strikken. En dit is een beetje een satijnen stof. En ik vind deze heel erg leuk op een wit shortje of een spijkerbroek. Of een spijkershortje in dit geval. Dan heb ik dit hele leuke corset topje. Oh, hij lijkt wel heel erg fel. Maar dat valt wel erg mee in het echt. Deze is cropped. En het is een beetje van dat... Ja, het schijnt wel door, maar niet helemaal. Dus ik zou er wel iets van tepelplakkers onder doen of iets. Ik vind dit echt super mooi. Ik hou hier wel echt van. Roze met oranje zoals je ziet. En het is denk ik de bedoeling onderdraagt. Want je hebt dus hier zo van die ijzertjes zitten. En hij gaat open en dicht met een rits. Ik heb deze in een maatje S. En dit was de kleinste. En deze is van de Zara. Dan heb ik ook echt een fantastisch topje. Deze is als enige van de Primark. Dus dan weten jullie dat het was. Het is deze top. Het is een haltertop. Met hier in het midden een ring. En hier zie je dan ook je huid. En hier zit ook nog een gat. Nou, ik vind deze echt geweldig. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar er zit dus glitter in. Echt zo amazing. Ik dacht, toen ik dit zag... Toen ik dit zag, dacht ik van, you are mine. Echt. Ja, ik vind het echt geweldig. En dan met een wit shortje of in een van die kleuren. Echt amazing. Deze was 9 euro. Dat weet ik nog wel. En ik heb deze in XS en is van de Primark. Dan waren dat de topjes. Misschien dat er nog wel wat bij komt. Dat denk ik wel. Maar we gaan door met de jurkjes. En tot nu toe neem ik 2 jurken mee. En deze komt van de Zara. Ik weet niet of jullie hem misschien wel kennen. Het is dus deze jurk. Dit kun je zo om je nek wikkelen en dan zo gekruist. En verder is hij gedrapeerd. En op de achterkant ook. En hij gaat open en dicht met een rits. Zoals je ziet. En ik heb deze in een maatje M, want ik vond deze heel erg klein vallen. En ik vind deze kleur echt super mooi, vooral als je heel erg bruin bent. Dus dat is deze jurk van de Zara. Dan gaan we door met nog een jurk die ik heb gekocht. En dit is een satijnen jurk. Dit is
de bovenkant. En dan loopt hij zo gekruist door. En het is een midi jurk. Dus die loopt tot je knieën. Hier zitten dus bandjes aan die je kunt verstellen. Echt super chill. Ik hou er echt van. En verder heb ik deze van de Bershka. En in een maatje S. Ik moet hem wel nog even stomen voordat ik hem meeneem. Maar deze is echt super super mooi. Vooral als je bruin bent. Dan gaan we door met een setje van de ASOS. Dat is ook weer het enige wat ik van de ASOS heb gehaald. Dat is deze bandeau top. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dit is een badstofkleur. Hij is neongroen en ik vind het echt heel erg mooi. En daarbij heb ik dus deze midi rok. Heel klein beetje gedrapeerd. En hij loopt dus tot je knie. En ook in dezelfde stof, ook een badstof. Echt heel erg leuk. Deze ga ik sowieso aandoen. Dan gaan we door met alle shortjes die ik meeneem. Ik heb als eerste een setje met een shortje. Dat is deze van de Bershka. Het lijkt op het eerste gezicht een rokje met een overslag. Maar het is dus een skort. Aan de achterkant is het een broekje. In het lichtgeel. Ik heb eigenlijk nooit geel in mijn kast. Maar ik vond dit dus heel erg leuk. En ik heb deze in een maatje M. Omdat deze heel erg klein valt. En daarbij heb ik dus een bijpassende cropped blazer. Heel erg leuk vind ik deze. Echt amazing. En ik vind het ook mooi dat die overslag zo mooi is weggewerkt. En deze heb ik in een maatje L. En dan zul je denken maat L. Je hebt nooit maat L. Maar zoals ik al zei, de set valt heel erg klein. En dit is de grootste maat, maat L. Ik twijfel of het te warm is. Waarschijnlijk wel. Maar ja, dan maak ik gewoon een leuke foto mee. Deze lichte roze pantalon. Echt amazing. Je maakt hem dus open en dicht met van die schuifjes. En hij heeft gewoon een rits. Heel erg chill. En hij heeft aan de binnenkant dus ook nog een knoopje. Ook heel erg fijn. Aan de achterkant heeft hij nepzakken. Ik weet eigenlijk niet of je die kan openmaken. Ik ga het ook niet proberen. Ik denk het niet. En dan loopt hij gewoon rechtuit. Ik denk dat het ook wel chill is om één lange broek mee te nemen. Dus dat is deze. Dan heb ik nog twee shortjes. Deze komen ook van H&M. En als eerste heb ik deze. Ik heb deze in de maat 36. Ik vind dit echt een heel fijn shortje. Ik had deze aan. En normaal zitten shortjes dus heel erg... Ja, ze zijn heel erg kort. Kijk, dat hoort ook. Maar ik vind deze perfecte lengte. Want ja, ik vind mezelf gewoon iets te oud worden, zeg maar, voor echt kort kort. Dus ja, deze. En hij heeft zakken op de achterkant. Echt een heel fijn shortje is dit. En dan heb ik die ook nog in het spijker. Geen gaten, geen gekkigheid. Maar gewoon een basic shortje. Dit is de achterkant. En ik heb deze ook in een 36. Allebei van de H&M dus. Ik werd even gebeld door de apotheek. Maar we gaan lekker door. Ik ga even alle bikinis laten zien die ik meeneem. En het zijn er best wel wat. Ik ga beginnen met deze groene. Deze heb ik van Shein. Dit is een wat feller groene kleur. En het zijn allemaal triangel, of ja, bijna allemaal triangel tops die ik heb. Vind ik gewoon het mooiste bij mijn lichaam en zit ook het fijnste. Ik wil altijd zo min mogelijk touwtjes en dingetjes, zodat je niet echt van die tanlines hebt. En daarbij zit dit broekje, deze. Ook felgroen. En dan aan de zijkant zitten van die touwtjes. Vind ik altijd wel heel fijn. Dan kun je gewoon alles aantrekken zo strak en los als je zelf wilt. Dan heb ik deze bikini. En deze is fel oranje. Echt, I love it. En deze heeft wel van die hele lange touwtjes. Die moet je dus om je buik heen doen. Maar deze is voor een samenwerking. Dus daar ga ik een hele leuke foto mee maken. Daarbij hoort dit broekje. En weer hetzelfde, ook met die touwtjes. Je kan dit aantrekken. Zo strak en los als je zelf wilt. En dit is de achterkant. Next one is deze superleuke bikini.
Dit is het broekje. Ik vind deze echt heel erg leuk. Hier zo dat roesje en dan die bloemetjes erop. En de kleur. Het is een beetje ja, licht oranje. En ik vind de vorm van dit broekje ook heel erg mooi. Daarbij heb ik dus een ander soort topje. Maar ik dacht, ik wil deze gewoon echt hebben. Dat is deze. Dit is een soort van BH-vorm. Dan ook weer met dezelfde roesjes en ook dezelfde bloemen. Deze heeft ook echt een beugel. Dus deze is wel stevig. En je kunt dus deze dicht doen met zo'n schuifje. En je kunt de bandjes verstellen. Ook altijd handig. En dan als laatste heb ik deze bikini. Deze bikini komt van Shein, Shein. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar ik ga gewoon zeggen Shein. Dat is deze. Hij lijkt heel erg fel op de camera. Maar het is dus een roze met oranje zebraprint. En daarbij heb ik dit triangle topje. Heel erg leuk. Ik ben ook echt zo blij met deze. Dus dat zijn alle bikinis. Dan gaan we door met alle covers en jurkjes en rokjes om over mijn bikini heen aan te doen. Als eerste heb ik deze knaloranje blouse van de Zara. En deze heb ik in de sale gekocht. Echt heel erg leuk. Ik vind het wel zo leuk om op een broekje te doen en dan open te dragen. Eigenlijk komt de blouse altijd van pas. En deze is dus van de Zara en ik heb deze in maat XS. Echt een mega leuk rokje van Pull&Bear. Dat is deze. Ik vind deze echt super leuk. Groen en blauw. En ik vind het heel erg leuk met deze bikini. Echt, I love it. Gewoon lekker simpel overslagrokje. Echt heel erg leuk. En ik heb deze in een maatje M. Dan heb ik een heel leuk setje van de Bershka. En om te beginnen is dat dit superleuke broekje. Ik vind deze echt heel erg leuk. En ja, het is dus een gebreid broekje. En ik heb deze van de Bershka in een maatje XS. En deze zit gewoon helemaal prima. En voor daarbij heb ik dus een bralette. Dat is deze. Ik vind deze ook echt superleuk. Ik vind dat printje gewoon heel erg leuk. En ik hou van roze. En deze heb ik in een maatje S. En deze past gewoon echt perfect. Heel erg leuk setje vind ik dit. Dan als volgende heb ik een comfy broekje. Dit is geen wit, maar ook niet echt. Ik weet niet zo goed hoe je dit moet omschrijven, maar ik vind het een beetje beige-achtig. Deze komt van H&M en deze heb ik in een maatje S. En dit is gewoon altijd chill om te hebben. Dan heb ik nog een heel leuk jurkje van de Zara. En dat is deze. Deze lijkt ook weer echt neon, maar hij is niet neon, maar hij is wel felroze. Dit is gewoon een gehaakt jurkje en in het midden is het dus see-through. En ik vind deze echt heel erg leuk. Ook voor als je snel even iets gaat eten op het strand. En ik heb deze in een maatje S en is van de Zara. Dan heb ik deze cover nog. Dat is deze oranje. Heel erg leuk. En hier aan de zijkanten is hij dus see-through. En hier aan de onderkant ook. Maar ik vind deze echt heel erg leuk. En ik vind de kleur ook mooi. Het is geen fel oranje, maar het is een beetje wat lichter oranje. En ik heb deze van H&M. En deze is in de maat XS. We zijn bijna klaar. Ik heb nog een hele leuke cover van de Bershka die ik aan jullie wil laten zien. En dat is deze see-through. Ja, wat is het? Blouseachtig. Maar dan helemaal doorschijnend. Wikkelblouseje. En daarbij hoort dit wikkelrokje. Ik zal hem heel even vastdoen, anders zien jullie er niks van. Nou ja, je kunt hem dus niet echt wikkelen, maar ja, het gaat even om het idee. Die kun je dus zo aandoen. Echt super leuk. En die hoort dus bij deze bikini. Precies dezelfde kleur. Echt mega leuk. En dan heb ik bij de Bershka nog een hele leuke tas gekocht. En dat is deze. Ik vind deze echt mega, mega leuk. Je ziet het nu heel veel van die crochet tote bags. En hier staat dan Paradise op in het roze met witte letters. En ja, ik ga deze gewoon meenemen als ik naar het strand ga. Echt mega, mega leuk. Dan heb ik nog bij de Bijenkorf een booptape besteld.
Ik wilde dit toch gaan proberen, want ja, dit lijkt me gewoon echt ideaal voor als je geen BH aan kan. Echt heel erg chill. Dit is van Litchi in de kleur Sandy. Dan heb ik nog een setje nipple covers. Mij lijkt het echt wel ideaal. Ik heb dit nog nooit geprobeerd. Maar deze kun je dus gewoon over je tepels plakken. En ja, deze heb ik bij de H&M gekocht. En ik ga het lekker proberen. Oké, dat was alle kleding. Nu ga ik alle schoenen laten zien aan jullie. Als eerste neem ik deze slippers mee. Deze zijn van de Primark. Ik vind ze echt heel erg leuk. Ze zijn lila met ja, een soort van chain op de bovenkant. Echt heel erg leuk. Dit zijn echt van die badslippers en ze lopen echt super lekker. Kosten echt maar een paar euro van de Primark. Dan heb ik nog van de Primark deze sandaaltjes. Deze heb ik al wel een tijdje. En deze lopen echt super super lekker. En ik vind het ook heel leuk met dat beige. Echt heel erg leuk. Dan heb ik nog een paar slippers waarvan ik zelfs nog het kaartje eraan heb zitten. En dat zijn deze slippers. Deze zijn ook van de Primark. Deze lopen ook echt heel erg fijn. En ik heb trouwens van alle schoenen maat 36. Dat is gewoon mijn eigen maat. Dan heb ik ook nog slippers van de Primark. Dat zijn deze. Deze hebben een wat hogere zool. Eigenlijk lopen deze echt voor geen meter. Want je moet echt heel dit platform meeslepen met dit, zeg maar. En dan als laatste heb ik deze hakjes. Deze zijn van Haren. Ik vind deze echt heel erg leuk. En ze lopen ook gewoon heel fijn. En ja, leuk zomerkleurtje. En als laatste neem ik deze Nike Air Force mee. Ik denk dat iedereen ze wel heeft. Maar deze lopen gewoon echt super lekker. En ja, ik vind het toch wel fijn om in het vliegtuig ook wel een paar sneakers aan te hebben. Dit is mijn koffer nu. En je ziet dat die helemaal vol zit. Dit topje had ik er nog bij gedaan. Deze is ook van de Zara. Ik vind wel dat ik allemaal leuke outfitjes mee heb. Er past zo goed als niks meer bij. Dat waren alle items die ik vandaag aan jullie wilde laten zien. Alle kleding en alle schoenen. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Ik ga nu ook deze vlog editen, zodat ik deze maandag online kan gooien. En dus zit ik dan al in Gran Canaria. Ik ga heel veel leuke foto's maken en vooral ook genieten. Volg je me nog niet op Instagram, dan zet ik het hieronder in de beschrijving. En ja, vond je de video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doei doei!